is hij. Ouderwets op hol aan de Costa del Sol. Jan Lentverink. Hallo. Hallo. Zijn. Jullie zijn er vroeg bij vandaag, hè? Ja. Zitten jullie altijd zo vroeg aan het strand hier? Of? Nee, nu 11:30. Ja? Even kijken. Mag ik vragen, hoe heet jij? Sandra. Karin. Sandy. Hey Sandra, ben je al lang op vakantie nu of niet? Ja, aanstaande zaterdag ga ik weer terug. Oh, hoe lang ben je hier geweest? 2 weken dan, aanstaande zaterdag. En vind je dat je bruin genoeg bent? Ja. Ja? Toch wel, ja? Ja. En heb je in alle opzichten genoten van je vakantie? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ja? Ja? En ben je nog uit dansen geweest gisteravond of niet? Nee, eergisteravond bij de havenzongers. Oh ja? Ja. En heb je iemand opgedaan op de vakantie of nog niet? Ja, een Spaanse jongen. Een Spaanse jongen? Ja. Ja? Hoe heet hij? Marcos. Ja? Marcos. En waar kwam je die tegen? In het zwembad. Ja, dat is wel raar. Ik zag ineens iemand lopen met zo'n heel leuke zwembroek. Ik dacht, oh, leuke jongen. Dat zag ik van de voorkant. Daar ik maar leuk. En toen leerde ik hem verder kennen. Maar ja, het schijnt toch niet zo heel leuk te zijn. Dus. Hij schijnt niet leuk te zijn? Nee, niet zo leuk. Hoe bedoel je? Nou, gelijk de eerste avond wou hij heel van alles met je proberen en zo. En als je niks durfde, was je shy, of zo dat hij zei. Shy, is Engels. Shy. Of shy. Verlegen, ja? Ja, maar ja, dat vond ik best wel stom, want ik heb ook een Nederlandse vriend. Maar ja, en dan gelijk de eerste avond is een Spaanse jongen. Dat vond ik best wel raar. Maar ja, ik had wel wat afgesproken met mijn Nederlandse vriend dat ik hier in Spanje gewoon mocht doen wat ik zelf wou. Maar ja, zelf wou ik dat toch ook niet hoor. Nee? Nee, het is een Spaanse jongen. Oh ja. Nee. Maar goed, maar wat doe je dan met hem dan? Ga je een beetje met hem uit of zie je? Ja, s'avonds gaan we dan hier naartoe, naar het strand. Gewoon allemaal kletsen en zo. Dat is wel gezellig. Dat is wel gezellig. Ik ga net zwemmen, want dan komt hij ook altijd. En blijf je nog wel een beetje shy met hem? Heb je dat? Nee. Ja, eigenlijk wel hoor. Want hij roept mij, you are shy. En ik zeg, ja, dat is normaal in Nederland. Dan je gelijk met de eerste jongen gelijk alles gaat doen en zo. Ja. Zei ze van, nou maar, dat hier in Zuid-Spanje is dat heel normaal, zei ze. Dus ja. Oh ja, en hoe los je dat dan op? Zeg je gewoon, ik wil niet? En dan... Ja, en dan zeg ik gewoon, ik wil niet. Zegt hij, you are shy. Ik zeg, ik ben niet shy. Maar ik zeg, ik wil het niet. Dan zegt hij, ah, you are shy. Zit hij dan de hele tijd zo, nou. Ik stel voor dat jij even daar gaat zitten. Aan die kant ben je al aardig bruin. Zo. Hé, hey, Kari, kom jij een beetje dichterbij zitten, zo? Kom maar bij, Sandy, kom maar. Heb jij wel speciale voorkeur voor Nederlandse jongens of jongens van hier? Nou, liever Nederlandse jongens. Liever ja? Spanjaard. Je hebt liever Spanjaard, ja? Waarom? Ah, die vind ik veel leuker. Wat? Daar val ik gewoon meer op. Ik val niet zo op Nederlandse jongens. Nee, vind je die een beetje, ja, gewoon? Een beetje sukkelig meestal. Ja? En Spaanse jongens dan? Nou ja, die zijn meestal... Ik vind ze wel leuk hoor, maar ik vind gewoon, ze willen altijd maar één ding. Ze willen altijd het bed in hebben. Ja, maar dat zijn alle jongens. Ja, maar dat hebben die Spanjaarden nog erger, vind ik. En wat doe je dan? Nou, dat doe ik niet. Nee? Maar bedoel, maar hoe lukt je dat? Zorg je gewoon dat ze met hun grote vinger tussen de deur blijven zitten of zo? Nee, gewoon ze een beetje van afstand houden. Als ze vragen, ga je mee daarheen, daar en dan zeg gewoon nee. Dus je gaat wel dansen en een beetje drinken? Ja, ik vind drinken. Het wel leuk om met ze om te gaan en om met ze te dansen en zo. Maar verder niet. En jij dan, Karin? Ja, ik dans ook wel gewoon met ze. Maar voor de rest, nee. Afhouden. Want ik denk, als jij in een drogisterij werkt, dan weet je natuurlijk ook... Heb jij niet van die leuke condooms zo? Ja. Ja? Ja. En heb je nou gemerkt dat in de tijd van de vakantie dat er veel jongens en meisjes te komen halen? Ja, best wel. Ja? Ja, we hebben ook zelfs treffel condooms. Wat is dat? Dat zijn 21 condooms. Dus voor 21 dagen. Ja. Maar dan mag je elke dag maar één keer begrijpen. Ja, mag je elke dag maar één keer. Ja, wat saai, wat weinig. Oh, en het zijn van die doosjes zijn dan? Ja. Oh, wat gezellig. Een hele verpakking. Ja? Ja. En vragen zijn jou ook wel dingen in de winkel? Over, nee, want de meeste mensen die schamen zich eigenlijk voor. Die pakken het snel en afrekenen en hup weg. Oh ja? Ja. Oh, ze vragen niet aan jou welke zijn de beste of welke kan ik beter nemen? Nee. Dat doen ze niet? Nee, heel weinig. Nee? En heb je zelf ook nog wat in je tasje gestoken? Nee hoor. Nee? Dat hoeft voor mij nog niet. Dat doe je nog niet? Nee. Nee? Hoe laat gaan jullie meestal naar het strand toe? 2 uur. Smiddags? Ja? Omdat het s'nachts nogal laat wordt, of niet?
Ja? Hoe lang zijn jullie nog hier? We gaan zaterdag naar huis toe. Ja? En als je een goed, heb je nog een leuke liefde opgedaan? Of? Nee, dit keer niet. Nee, het hoeft niet ook. Hoeft ook niet? Waarom niet? Nee, dat schiet er niet op. Ik heb vakantie nog niet. Oh, het is meer werk voor jou? Nee. Seks is werk? Dat is niet waar. Nee? Ik bedoel, zijn er 2 weken met een meisje opgestreept willen zitten hier? Nee? Oh, dat is het punt. Heb je een meisje in Holland? Nee, ook niet. Nee, ook niet. Nee? Hey Bas, heb jij deze vakantie een beetje succes gehad? Nee, ik heb ook weinig succes gehad. In de liefde? Ja? Is het meer in de olie als in de liefde, ja. Oh ja? Hoe komt dat? Doe jij je best niet? Of, Ja, wat kan ik ervan zeggen? Ik ga er ook niet echt op uit, geloof ik hoor. Ik ga meer om te feesten. We rusten in Arie Ribbes. Ja. Een prachtig feest, niet dan. Oh, ja? En wanneer, vorig jaar dan, op vakantie dan? Had je toen ik ben een paar jaar niet op vakantie geweest. Maar je zei dat je, wanneer was dat, 4 jaar geleden? Ja. Had je toen meer succes? Ja, het viel me op dat het makkelijker ging. Het is nou allemaal gelijk, ze denken gelijk dat je allemaal erop wil en je kan niet eens een normaal gesprek beginnen. Nou, is dat zo? Dat zag ik gisteravond ook weer. Gezellig feest allemaal, maar ze zijn bang als je er gelijk naartoe gaat. Ja, natuurlijk een beetje gezellig, een beetje hols op en neer. Ja. Dan denken ze gelijk, nou, die heeft te veel gezopen en dat hoeft niet meer. Ja, gelijk weg. Een koffieshop gaan we eruit leiden. Die valt niet meer op. Hij had daar een kop, er zat geen haar op. Toch weet hij het goed bij de meiden. Waar komen jullie vandaan? Den Bosch. Den Bosch. Ja, zijn we lang hier? Drie dagen. Ja? En al een beetje succes gehad ook in de gezelligheid? Ja, dat was echt leuk. Ja? Ja, echt ook? Ja, dat is gewoon gezellig, ja. Ja? Heb je wel, maar zijn jullie niet met vrienden hier of zo? Wie van jullie heeft de verkering? Hun twee. Jij en jij, ja? En waar zijn jullie vrienden dan? Thuis. Haar thuis. Die is thuis, ja? Mocht niet mee, die mocht niet mee. En waarom mocht hij niet mee? Vindt ze niet leuk. God, die kreeg nee. Vertel eens even. Dat is wel interessant. Ik heb... Uit de kat veel te weten. Nee, het is gewoon... Ik heb nog veel te kort verkering ervoor. En mijn elf vooral. Oké, je krijgt die krant in je mond hoor, ik wil even naar de luisteren. Nee, hoe lang heb je verkering met hem dan? 2 maanden. 2 maanden, ja? En je had geen zin om hem mee te nemen nou, meteen al? Nee, we zijn met 5 meisjes en dan is het niet gezellig, hè? Nee, waarom niet? Ja, dan past hij, dan moet ik te veel op hem letten en zo en hij heeft mij. Dan heb je jou, ja? En Diana, maak jij je naam waar hier? Nee. Wel waar? Wel hoor. Ja, vertel eens. Gisteravond nog. Gisteravond, ja. Ja? Met de Hans. Dat is een Nederlandse jongen, ja? Ja. Oh, ja. Motocrossen. Ja? Leuk, ja? Zo gezellig, ja. Ja? Maar wat heb je gedaan? Een beetje gedanst? Vreeën. En waar? Waar doe je dat dan? Op de wc. Op de wc. Oké, nou ben je wel rustig, Diana. Hey, en Nancy, ja? Hoe is het met jouw liefde hier? Nou, hier is het niks. Thuis wel, ja. Thuis is een dikke mik. Ja? Ja? En is het de eerste keer dat jullie hier zijn? Of nee, niet? De derde keer. Tweede keer. Ja? Eerste. Vorig jaar had je toen een leuke jongen ook, of niet? Ja, ik heb een heel leuke jongen. Willem! Ja? Ja, een Nederlandse jongen, volgens mij. Ja? Ja. Ben je hier echt gek op me geworden? Ja, ik ben wel verliefd geworden op hem. Ja? Ja. En hoe lang heeft dat geduurd? 2 weken. En toen terug naar Nederland? Ja. En toen heb je hem toen... Niet meer, nooit mee gezien. Als er nou een leuke jongen is, hoe ver gaan jullie dan? Ja, ik niet ver, maar ja, ik heb een vriend. Jij hebt een vriend, maar jij Diana? Ik hoor niet. Jij ook niet? Wel waar. Hoezo dan? Nee, vertel je, maar hoe ver ga je dan? Ik bedoel, Nee, gewoon vrije mening. Nee. Oké.
Dus laten we zeggen, jullie hoeven niet echt met condooms, hoef je niet echt mee te nemen. Nee, we waren niet gebruikt, we doen het toch niet. Dat doe je toch niet? We doen toch niks, dus... En als je niks doet, dan hoeft het ook niet. Nee. Dat is waar. Wat ik me altijd afvraag is, als je iemand tegenkomt, hè, hoe maak je duidelijk dat hij condooms moet gebruiken? Hoe moet je dat duidelijk maken? Gewoon zeggen. Gewoon zeggen? Ja. Maar, ja? Ja. En als hij ze niet bij zich heeft? Nou, dan heb ik meestal, dit jaar heb ik ze dan niet bij me, maar normaal heb ik ze altijd bij me. Normaal heb je ze bij je? Ja. En als hij dan Spaans spreekt en jij spreekt alleen Nederlands, hoe maak je het dan duidelijk? Ja, aan de Spanjaard zou ik dus sowieso al nooit beginnen. Dus meestal is het dan wel gewoon een Nederlands jongen. Ja, dat wel. Oh, jij vindt het geen probleem, want meisjes hebben nog zo snel dus te denken van... Ja, jongens horen bij zich te Jongens hebben. Moeten ze bij zich hebben. Nou, ik vind dat als meisjes zijn, dan ben je toch ook wel verplicht om ze bij te hebben. Toch? Als de jongens ze niet bij zich heeft, dan heb jij ze wel. Maar dan, je hebt wel jongens die dan weer zeggen, ja, meisjes die ze bij zich hebben, hè? Ja, ik weet het niet. Wij hebben ze gewoon altijd, of tenminste, iedere vakantie bewijzen bij ons. Ja, goed. Dat is een familiepakket. Nee hoor, geen heel familiepakket. Nee? Nee. Je vader is leuk, goed hoor. In Torremolinos, Holland op zijn bruinst, tanga's dansende pijl, ja, tijd voor rrr. Rrr zit vandaag vol rode ruggen, zwarte pieten en witte jannen, kortom, rrr. Is hij ouderwets op hol aan de Costa del Sol, Jan Lentverink. Dat ben ik, dat moet ik zijn. Hi. Hallo. Hola.